Wat zo mooi is aan ogen, is dat ze zowel de binnen- als de buitenkant van de mens laten zien. Elk oog is uniek. Wij vroegen, wie heeft de mooiste ogen van Den Bosch? 5 prachtige ogen, en die ogen zijn elk een wereld op zich. Ik ben gefascineerd door waarom wij de meeste tijd van ons leven besteden aan arbeid. En wat die arbeid dan betekent voor onze identiteit. En ben verschillende mensen hiernaar gaan vragen. Ik wil graag stilstaan bij wat arbeid betekent voor onze samenleving. Nou, mensen gaan eerst op een theatrale route door het asielzoekerscentrum om uiteindelijk uit te komen bij de realiteit van de ontmoeting. Ik was nog nooit in het asielzoekerscentrum geweest. En ik denk er eigenlijk ook niet over na. En dat is wat een project als dit met je doet. Consumptievlees wordt alleen nog gefabriceerd in laboratoria. Zoals die van de firma Van Rees Kweekvlees. Al sinds 200 jaar pionier en marktleider. Het komend jaar komt Zeeuwse Vrouwen 2. In Zeeuwse Vrouwen 1 hebben we 4 verhalen behandeld. En nu komen de volgende 3. We zijn de theatergroep begonnen. Ja. En die heet Links. Maar dan met L, Y en X, dus van het beestje. Danceable is een 3-daags evenement waar wij de mogelijkheid willen geven aan mensen met en zonder beperking, professionals en amateurs, om samen te dansen. Wij kiezen dan ook altijd voor om onze projecten te laten zien in een theater, zodat meer mensen daar kennis van kunnen nemen. Wat belangrijk is, denk ik, is dat we ook verbanden leggen met de zorg. Op kleine schaal gebeurt dat al, maar daar kunnen we nog van elkaar heel veel leren. Bond Hond maakt, heeft een publiekswerkingsprogramma. En dat is een programma waarin ze op een andere manier een nieuw publiek proberen te bereiken. Altijd rondom een maatschappelijk thema. En dit jaar maken we een voorstelling rondom schulden, omdat er gewoon nog een groot taboe leeft rond schulden en mensen die in schulden zitten. Ik weet het. Mijn vreugdemomentje is toch wel vuurwerk. Geluksmomentje voor mij is als ik al mijn rekeningen weer heb kunnen betalen deze maand. Een auto vol met kinderen en dan kletsen. Als ik naar de Efteling ga. Ik ben wel gelukkig van het leven.